Hey, dames en heren, mijn naam is Joost en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Maker. Ha! Jullie dachten allemaal van hij gaat meezingen op het intro muziekje van Super Mario Maker, maar daar had jij het mis. Want ik ging eigenlijk gewoon heel hard schreeuwen. En dat is ook leuk. Ik hou wel van schreeuwen op zijn tijd. Hey, welkom allemaal bij deze nieuwe aflevering. Ik hoop dat jullie allemaal zin hebben om mij te zien ragen in wat mapjes die jullie hebben gemaakt. Link moet nog steeds een keertje langskomen om zijn leveltjes te spelen. Ik hoop dat dat snel gaat gebeuren. Maar goed, Super Mario Maker. Het eerste commentje, dames en heren. Hand-oogcoördinatie. Goed begin van deze video. Ram op dat likeje. Let's go. Oké, jongens, er ging wat mis in het intro. Jullie zagen daar dat ik een reactie voorlies, maar het glitchte weg of zo. Dat betekent dat al die leveltjes die ik heb gedownload, die ik allemaal had uitgekozen voor jullie, ze werken allemaal niet meer. Dus laat alsjeblieft een werkende code achter in de reacties. Check je code voor de zekerheid of die nog wel werkt. Waarschijnlijk door wat updates van Super Mario Maker werkt gewoon niks meer. En ik moest echt heel lang zoeken voordat ik een werkend leveltje heb gevonden. Dus ik heb nu een comment van Sven. Hij zegt: hi Joost, een late reactie van mijn kant. Ik heb een level zonder nonsens gemaakt. Het idee is succes. Oké, Sven. Jouw level werkte. Want zoals je kan zien staat hier voor mij de Escape the Minigame Castle. Ik ben heel erg benieuwd. Wij gaan dit leveltje spelen. Nogmaals, check je codes. Zorg dat ze werken voordat je ze reageert. Want ik zit echt veel te veel moeite te doen hiervoor. Anyways, we duiken nu in Sven zijn level. Oké, wow, wat was dat? Oké, dat is een... Oké, ik ben heel erg genoestig. Ik moet meteen inkomen, maar er komt een enorme straal vuur uit... ergens. Oké, en een vlomp. Ja, hij zegt ook zonder nonsens, hè. Hij durft nog in zijn comment te zeggen zonder nonsens. En dan doet hij een twomp daardoor. Dat is dus daadwerkelijk nonsens, mijn vriend. Oh, een hammer throw, dat is fantastisch. Ik wilde hem heel graag killen. En dat ging heel fout. Oké, let's go. Oké, stop met hammer throwings. Oké, we kunnen verder. Oh, stop met hammer throwings, jongens. We moeten alle hammer throws ontwijken. Goddammit. En precies als ik dat zeg, spring ik er tegenaan. Ik jinx mezelf te veel, jongens. Niet helemaal de bedoeling, dames en heren. Goddammit. Stop met je hamers, hammer throwers. Ik weet dat het enige is wat je kan doen in het leven. Maar dat betekent niet dat je ze op mij hoeft te gooien, mijn vriend. Het is eigenlijk niet eens mijn vriend, het is mijn vijand. Nee, hou nou eens op. Hou op met het gooien van die verdomde hamers. Niet die verdomde buurman, maar die verdomde hamer. Die verdomde hamer. Oké, daar gaan we weer. Oké, naar voren. Oei, Gucci. Oh mijn god, dit kan toch niet, man. Kijk nou eens eventjes hoeveel hamers er van beide kanten kwamen recht op me af. Wat verwacht je, dat ik een god ben of zo? Dat ik gewoon jouw thumbs kan ontwijken? Ik denk het niet, knerel. Ik denk het niet. Oké, we zijn eindelijk er voorbij. Klote dingen, man. Het slaat toch helemaal nergens op. We kunnen hier trouwens echt compleet overheen. Ik weet niet of daar wat in zit. Do I wanna know? I kinda don't wanna know. Jongens, ik heb toch het gevoel dat hij daarmee trolt. Dus ik ga het niet eens proberen. Oké, misschien dat hij me ook wel niet trolt. Ik bedoel, anders komen we hier niet doorheen. Oké, ik moet toch wel even kijken, anders komen we daar niet doorheen, jongens. Oké. Are you fucking kidding me? Oké, we zijn er weer gelukkig voorbij. Ik begin dat we steeds weer een beetje onder de knie te krijgen. Oké, laten we nou maar gewoon het level spelen zoals het waarschijnlijk bedoeld is. Dat is niet door dat te doen. Ik wilde eigenlijk gewoon... Oké. Dat is... Ik wilde dus weer een nieuwe spinal jump doen, maar dat lukte me dus niet. En het resulteerde eigenlijk in ik die dood ging. Oké, hij gooit in één keer twee snelle hamers achter elkaar. Dude, wees consistent. Alsjeblieft, hamersgooier. Wees consistent. Maar dat ben je niet. Die verdomde consistent. Maar dat ben je niet. En ik kan me niet vertrouwen. Met je hamers doe je au aan mijn hoofd. Want je gooit ze op mijn petje. Oké, jongens. Here we go again. Oké, dat wilde ik dus doen. Nu heb ik in ieder geval 1 plant uitgeschakeld. Ik weet dat daar 2, uitkomen. Dus het is eigenlijk niet echt heel nuttig om dat nog eentje keer te doen. Oh mijn god, ik haat dat zo. Waarom is Mario zo'n oetlul? Steek gewoon je voet uit, man. Spring gewoon op dat randje. Waarom doe je zo ongelooflijk moeilijk, Mario? Waarom moet ik telkens in die plant springen? Het is echt vervelend. Ik word een beetje me shocken van je, Mario. Oh mijn god, hoe heb ik dat overleefd? Even eerlijk. Zagen jullie die skills? There we go again. Nou, ik kan die weer dood. Oké, nou moeten we dit even goed timen. Oh my god, there we go. Nee! Are you kidding me? Sven, ik citeer. Ik heb een level zonder nonsens gemaakt. Dude, wat is dit? Dit is de meest pure nonsens die ik ooit heb gezien. Een softlock? Nou moet ik wachten tot de tijd over is. Of opnieuw beginnen. Wees blij dat ik nog geen checkpoint had. Dat was echt een stinkscheet. Een stinkscheet wou ik zeggen. Een scheet te stinken inderdaad wel een beetje. Maar een stinkstreek. Dat was echt een stinkstreek, minjong. Kan ik het eindelijk gewoon een keertje goed doen? Oh my god, ik heb ze bijna gekillt. Oh, dat scheelt echt een hele hoop. Dat scheelt echt een hele hoop, dames en heren. Oké, there we go. Oh, we gaan er gewoon overheen. Oké, we made it, jongens. We made it over here. We hebben de power-up. Eindelijk. Let's not lose it this time. Oké. Naar beneden. Oké, Oké, we zijn hier. Oh my god, ik ging gewoon bijna de vlam in, jongens. Wat was dat? Oké, nou moeten we... Oh mijn god, dit duurt echt jaren. Dit gaat jaren duren. Ja, dit gaat echt jaren duren. Geef me eventjes, jongens. Dat duurde echt veel te lang, eerlijk. Als ik nu ook dood ga, heb ik gewoon geen zin meer om het opnieuw te spelen. Alleen maar om het feit dat ik dan dat weer opnieuw moet doen. Oké, let's eens kijken wat hierboven is. Nou, we hebben... Zoals we zien... Een pauwblok. Ik weet niet wat we daarmee moeten doen. Even kijken, wat kunnen we hierin doen? Als ik hierin ga, dan softlock ik mezelf volgens mij. Ja, ik softlock mezelf. Hoe komen we hier doorheen dan? Oh, we hadden dat schild nodig. God fucking shit, we hadden dat schild naar links nodig waar ik die pauwblok op gooide. Ben ik nou serieus zo fucking retarded of... Godverdomme, Joost, come on man. Oké, we hebben ze weer bijna gekillt. Oké, there we go. Nou kunnen we deze oppakken. Oh, die andere is er ook tussen gekomen. Zag je dat? Hadden gelukkig dat we deze hebben opgepakt. Anders was het heel erg vervelend afgelopen. Oké, snel opschieten. There we go, jongens. Anders was het niet goed gegaan. Dat was ook helemaal niet goed gegaan. Sprintknop, Joost. Ooit van gehoord? Dat prachtige mooie X-knopje op je controller waarmee je kan rennen. Waarom jump ik zo vaak? Miss Hero. Het is zo moeilijk, is het niet, jongens? Oké, there we go. Nou, naar beneden. There we go. Jemig de pemig. Nou, sprintknop, Joost. Remember that one. Oké, we gaan goed. Nou moeten we weer 10 uur wachten voordat we hier doorheen komen. 6,5 hours later. There we go. Nou. Oké, zoals jullie nog kunnen herinneren. Hier zit dus een schildje. Oké, als wij die pakken en dan daar naar beneden gooien. Oh, snel. Snel, snel, snel. Oeh, dat moest heel snel gebeuren, want anders was het dit. Oké, snel alles weg. Nou moeten we naar beneden. En niet springen, Joost! Oh mijn god, wat was dat voor een bullshit death! Come on man, ik ga telkens op de stomste manieren dood. Dat is zo moeilijk is het niet, zo moeilijk is het niet. Alsjeblieft, Joost, kom op. Concentreer je nou gewoon een klein beetje en maak gewoon dit level af, want je zit er al veel te lang in vast. Oké, we zijn er weer. Pakken meneer de Koopa Hero. Gooi hem daar naartoe. Nee, we verneuken het. We hebben het helemaal verneukt. Ja, dit was het einde. Dit was het einde. We kunnen hier niks meer doen. We kunnen hier niks meer doen. Oké, ik weet in ieder geval wel ongeveer wat de bedoeling is, denk ik. Niet daarop springen, maar als het goed is, komt er daar een bom uit, zoals je kan zien. Die bom moeten we laten ontploffen daarboven. En dan uiteindelijk... victory, denk ik. Ik hoop eigenlijk dat er misschien een manier is dat ik dat ding kan laten spawnen opnieuw. Want Koopa's respawnen op een gegeven moment. Misschien als we ver genoeg zijn dat ze dan opnieuw spawnen. Of we gaan gewoon dood door het vuur. Weet je, dat is de makkelijkste manier uit, toch? Gewoon doodgaan door het vuur. Oké, ja. Oké, jongens, we hebben het schild weer. Oké, we zijn nu hier. Oké, ik was even bang van, gaan we hem er wel doorheen krijgen? Maar we did it. Oké, nou. Gaan we er doorheen. Oké, nou gaan we hier er doorheen. Oké, that's good. Pakken we die. En dan pakken we daarna een bom. Oké, bom. Span, mignon. Oké, nou niet gekillt worden door de bom. Ik zeg ook gewoon precies. Niet gekillt worden door de bom. En wat gebeurt er? Ik ging nou niet door die... Ik ging niet door de bom die ik bedoelde, maar ik spande gewoon een nieuwe bom. Ik zweer het, alles in dit level wat me mogelijk heeft kunnen killen, heeft me gekild. Ik denk dat ik bijna tegen alles ben aangelopen wat me heb kunnen killen. Boom. Oké, dan gaan we weer, jongens. Oeh, what the fuck. Ik heb mezelf bijna gesoftlockt daar, oh. Maar we all good. We all good. Oké, span, mijn jongen. Fucking shit, ouwe. Fucking bullshit. Die bommen zijn fucking bullshit. Come on, man. Waarom gunt het level me ook gewoon niet? Waarom wilt het level me in alle plekken, alle mogelijke plekken killen? Ik snap het gewoon niet. Waarom gun je het me niet, Sven? Waarom gun je me niks in het leven? Gaan we weer, jongens. Oh, crap. Ik dacht, ik had misschien een idee van... Wat nou als die bom... Daar spant, weet je wel. Maar only one. Oké, we hebben er één. Ik gooi hem omhoog. Ik gooi de bom omhoog. Ik zweer het, ik blijf maar op manieren doodgaan. En zelfs op dit moment verbaasde ze mezelf gewoon nu. Ik gooide de bom omhoog. Waardoor er niks ontplofte op de juiste plek. Ik verbaas mezelf gewoon nog meer dan ik jullie verbaas waarschijnlijk. Het is echt ongekend. Zoveel domme fouten, het is echt ongekend. Stuur me gewoon makkelijke levels door. Verdomd op hamer.